op een dag bij de roeivereniging Amicus. En we praten met Erik Stamsnijder. Jij hebt een aantal functies als commissaris. Leg eens uit. Ja, mijn echte naam is roeicommissaris, maar daarmee onder andere wedstrijdcommissaris en ook jeugdcommissaris. En ik verzorg ook een stukje van de instructie. En kun je ook aangeven wat dan precies jouw taak is, wat je dan precies moet doen? Nou, voor de wedstrijd doen we de inschrijving en ook het aansturen van de coaches die de mensen begeleiden naar de wedstrijden toe, waar we aan deelnemen. En voor de instructie zorgen we dat de mensen dus leren hoe ze moeten roeien. Hoe populair is de roeisport? Dat wisselt nogal. Onder studenten is het een ontzettend populaire sport. Onder de bevolking van een Twente, wat niet zoveel met water heeft, is het nog niet zo heel bekend. Dus we kunnen nog voldoende leden gebruiken. De faciliteiten zijn er. Dus laat ze maar komen. En het water komt terug in de binnenstad van Almelo. Ja, dat is op zich hartstikke mooi, hè? Want wij kunnen vanaf hier makkelijk naar Almelo roeien. Dus dat doen we ook wel eens regelmatig. En dan kunnen we daar lekker op het terrasje en dan weer terug. Hè? Net is vaker met roeien dat je denkt van het is slecht weer. Maar als je eenmaal in de roeiboot zit, dan blijkt het vaak toch nog wel mee te vallen. Dus je kunt het ook het hele jaar door blijven doen. Het enige is mist en ijsgang. En voor de rest zitten we eigenlijk altijd op het water. Langs het weer is het best druk met mensen die geïnteresseerd zijn. Dus, En wij zijn er. Ja, en jullie zijn er ook, dus. We zijn druk bezig. We hebben een jeugdcompetitie gestart voor de scholen. De Students Against the Teachers. Dus dan leiden we de mensen en de leraren, dus de kinderen uit de klas. Zes keer krijgen ze oefening in de boot en dan gaan ze een wedstrijd tegen elkaar varen. Dat is ook een initiatief dat we ontplooien dit jaar voor het eerst. Dus we gaan kijken hoe dat afloopt. Ja. En dan maar hopen dat het dermate interessant is voor de jeugd dat ze zeggen van hé, we blijven erbij. Jazeker. Ja, en daar doen we natuurlijk alles aan. Ik bedoel, we zijn ook niet gebonden hier aan het Twentekanaal alleen, want er worden heel veel wedstrijden georganiseerd landelijk. En je kunt heel veel verschillende dingen doen ook, want je ziet hier nu de grotere boten. We hebben dus ook smallere boten. We zijn bezig om de Elfstedentocht voor te bereiden, daar doen we ook aan mee. In estafettevorm. En je kunt zelfs roeivakanties organiseren als je wilt. Dus ook alles gedaan. Ja. Met andere woorden, jullie doen er alles aan om die roeisport zo goed mogelijk te promoten. Jazeker. Ja, wij doen ons best. Ja. Succes. Dank u wel. Wat maakt de roeisport zoveel bijzonderder dan andere sporten? Kan je daar iets over vertellen? Nou, roeien kun je eigenlijk je hele leven doen. Vanaf je 12e tot je 80e. Dat is wel een heel bijzonder iets van het roeisport. Het is een hele sport die je ook kunt beoefenen als je blessures in andere sport hebt opgelopen. Stel voor dat je niet meer kan, even met je knieën, niet meer goed kan springen. Met volleyballen, met basketballen of met voetballen iets aan de hand is. Je kunt altijd roeien. En het is verder een heerlijke sport om in competitieverband te doen. Of gewoon voor de lol. Gewoon lekker op het water. Jullie heten Amicus. Waar komt die naam vandaan? Ja, Amicus is eigenlijk een Latijnse naam. Amicus betekent vriend. En wij hebben er een Y van gemaakt. En het is gewoon een naam die gewoon gekozen is in 1987 door de oprichters van deze vereniging. Jullie willen je meer gaan focussen op de jeugd. Wat hebben jullie allemaal daarvoor in het werk gesteld om de jeugd meer naar jullie vereniging te halen? Nou, dat is eigenlijk begonnen zo vorig jaar. We hebben gemerkt dat onze jeugdafdeling begon heel klein te worden, want er waren nog maar een paar jeugdleden. En we wilden er meer, want we vinden dat eigenlijk elke vereniging hoort ook een goede jeugdafdeling te hebben. En vorig jaar zijn we ermee begonnen. En dat begint aardig te lopen. We hebben nu alweer 12 tot 15 jeugdleden. En we zijn nu begonnen met een nieuwe evenement op de scholen. Dat noemen we Students Against Teachers. En dat is eigenlijk de studenten-leerlingen tegen leraren. En dit jaar gaan we op 2 juli daarmee van start. En dat betekent dat leerlingen en leraren die ze daarvoor opgeven, die krijgen 6 trainingsavonden van ons. En gaan dan tegen elkaar roeien. En dat gebeurt op zaterdag 2 juli. Nou, dat lijkt me een heel spannend evenement. Waar roeien jullie altijd? Hier, op het Wendelgoor, op het kanaal. En ze komen uit Amsterdam. Op Heindeverre komen ze bij ons trainen, omdat het een heel mooi water is. Het is een rustig water. Er is weinig vrachtverkeer, dus je kunt er ook weinig last van anderen. En om op zo'n boot te kunnen besturen, wat moet je daar allemaal voor kunnen? Nou, om een boot echt te besturen, in een boot wat we dan noemen een 4, en daar heb je een studiediploma voor nodig. Net zo goed als je een diploma nodig hebt om alleen in de skiff te mogen, hè? Dus in zo'n klein bootje. Dus je wordt goed opgeleid als je bij ons komt roeien, krijg je training en opleiding door ervaren instructeurs, zodat je ook veilig het water op kan, want het moet wel veilig blijven.
Welke leeftijdsgrens hanteren jullie voor bijvoorbeeld jeugd? Hoe oud moeten ze zijn om überhaupt aan deze sport deel te kunnen nemen? Nou, in de regel is het zo rond 12 jaar. En dat heeft te maken met de massa, het gewicht van een kind. Die moet wel een beetje spierenontwikkeling hebben. Dus 12 jaar is meestal wel een goede leeftijd om te beginnen. Maar we hebben op dit moment iemand rondlopen die is op zijn 10e begonnen. En die doet het prima. En hoe lang kan men doorgaan met deze sport? Zei ze net al, je kunt eigenlijk eindeloos doorgaan met deze sport. We hebben mensen van in de leeftijd van in de 70. En die roeien even tevoren door. Alleen het in- en uitstappen gaat dan wat lastiger. Een klein beetje hulp bij. Ja. In ieder geval, bedankt voor dit interview. Heel goed, graag gedaan.